Paul Smulders is een van de vier politici die vanaf vandaag columns gaat schrijven op een populaire Helmondse weblog. Mensen kunnen daarop reageren en Paul hoopt zo de kloof tussen politiek en de burgers te verkleinen. Smulders bijt het spits af. Na jaren van discussiëren, lobbyen en onderhandelen was het afgelopen week zover. In de nacht van donderdag op vrijdag werd Brabant aangesloten op het nachtnet van de Nederlandse spoorwegen. Dat betekent dat de grote Brabantse steden voortaan op donderdag, vrijdag en zaterdag ook in de nachtelijke uren met de trein bereikbaar zijn. Alle grote Brabantse steden, met uitzondering van Helmond. Tijd om de straat op te gaan, om te vragen of de Helmonders wel behoefte hebben aan deze columns. Klaar? Ja. Mooi. We gaan. Stel dat jij zou weten of er echt daar op internet een discussie is die heel veel raadsleden lezen over de sluitingstijden. Bijvoorbeeld hoe laat de kroegen hier dichtgaan. Zou je dan even de moeite nemen om naar die site te gaan en te zeggen van hé, ik vind dat die kroegen langer open moeten blijven? Ik wel. Ja, ik wel. Ja? Ja, zou ik wel doen. Dat vind ik wel een goed idee. Ja. Dat iedereen gewoon zijn ding daar kan zeggen, wat hij ervan vindt, wat er eventuele ideeën nog. Hey, zou jou een mond vragen? Sorry, wil je iets vragen? Helaas. Ja, in ieder geval kunnen de mensen zien van of er wel of niet naar hen geluisterd wordt. Want ze reageren dan op die weblog en als er dan niks komt van watgene dat zij afspreken bijvoorbeeld of toezeggen, dan zie je dat ook. Als je nou een column leest, hè? Stel je leest hem, zou je erop reageren? Als het me echt aanspreekt wel. Spreek je de nachttrein niet aan? Ja, als op zaterdag wel. Dus je zou erop reageren? Ja. Voorlopig rijden er nog geen nachttrein in Helmond. Maar naar aanleiding van de columns op de weblog is er in ieder geval wel ruimte voor discussie.